Gewicht, body fat, spieren en botten, body age. Oh, tadaa! I like it, I like it. Hallo allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Action Nederland. Ik ben Larissa en misschien ken je mij van mijn eigen kanaal, Larissa Bruin. Daar maak ik ook hele leuke video's en soms ook wel eens video's met Action, dus bijvoorbeeld shoplogs. En vandaag heb ik ook weer iets heel erg leuks voor jullie. In deze video ga ik namelijk een aantal van de beste sportartikelen met jullie delen. En je gaat me ook meteen in actie zien met die sportartikelen. Dus als jij niet kan wachten op deze video en hier zin in hebt, doe dan natuurlijk alvast je duimpje omhoog. En vergeet ook niet om een leuke reactie achter te laten. Ik ben namelijk heel benieuwd wat jullie favoriete sportartikelen zijn en of je die ook wel eens hebt aangeschaft bij Action. Misschien wil je nog wat tips met ons delen, dat mag natuurlijk altijd. Oké, nou dan gaan we beginnen met eerst een stukje, ja, een soort van mini shoplog waarin ik jullie laat zien wat ik allemaal heb gevonden. En dan beginnen we maar gewoon meteen met deze yoga mat. Daarvan was er nog maar eentje, dus ik ben echt die lucky girl denk ik. Maar ik neem aan dat dit regelmatig wordt bijgevuld en dat ze dan ook verschillende soorten hebben. Dit is een anti-slip yoga mat, twee verschillende tonen, latex en PVC free embossed, ladidadida. Ik haal hem er meteen even uit, want hier ga ik straks meteen ook wat oefeningen op laten zien aan jullie. Dit ziet er goed uit. Ik ben niet per se een yogamat kenner hoor. Alhoewel ik er lange tijd dagelijks op lag. Echt een paar jaar heb ik dagelijks yoga gedaan thuis. Maar deze voelt in ieder geval wel goed, ziet er ook leuk uit. Het is een leuk kleurtje. 1,73 bij 58 bij 0,6. Nou, dat is precies mijn lengte, 1,73. Dus ik kan er echt over de lengte gewoon helemaal op liggen. Dat ga ik niet doen. We gaan niet liggen. Dit is geen sleepover dit, hè? Nee. We gaan wel even aan de slag. Ik ga hem dus ook gebruiken om wat sportoefeningen op te doen. Ik weet niet hoe jullie dat normaal gesproken aanpakken, maar ik vind een yoga mat daar echt uitgelezen matje voor, ja. En deze was €8,95. Dan heb ik ook de Smart Scale meegenomen. En hier word ik zelf eigenlijk het meest blij van, omdat ik hier echt super benieuwd naar ben. Ik was al een paar keer in de sportschool en toen vroeg ik van, nou, kan ik hier ook mijn vetpercentage meten? En normaal gesproken kan dat wel. Alleen dat ding in de sportschool was volgens mij kapot of uitgeleend of weet ik het wat allemaal. Dus ik vind het eigenlijk wel net zo fijn om er eentje gewoon thuis te hebben. Dan kun je dat echt goed bijhouden. Ik zelf ben nu voor de zomer toch wel weer eventjes bezig om op mijn gewicht te letten en op wat ik eet en gewoon weer even gezond aan de slag te gaan. Dat is natuurlijk voor iedereen heel verschillend wat je daarin doet en wat je daarin wilt. In principe zie ik er prima uit hoor, en het belangrijkste is natuurlijk dat je lekker in je vel zit. Maar ik vind het toch altijd wel leuk om, nou ja, om een beetje aan mijn lichaam te werken en vooral ook mijn gezondheid in check te houden. Dus ik dacht wel leuk om dan, voordat ik daarmee begin, eigenlijk ben ik dan al een beetje te laat, te kijken wat de weegschaal mij vertelt en dan over een paar maanden weer en om te kijken of ik resultaten heb geboekt. Even kijken, deze weegschaal die kostte €11,49. En dat vond ik echt wel een goede prijs hiervoor. Want als je bijvoorbeeld alleen zo'n apparaatje haalt waar je gewoon puur met je handen, zeg maar, die moet je dan vasthouden volgens mij, dan meet hij dat door je lichaam. Als je dat gebruikt, dan ben je eerder iets van €80 à €90 kwijt. Om €11,50 voor zo'n volledige weegschaal te betalen, dat vind ik dan echt geweldig. Deze track je weight, ofwel gewicht, body fat, spieren en botten, BMI en body age. Oh mijn god, lichaamsleeftijd. Oh, wil ik dat wel weten jongens, waar ben ik aan begonnen? Nou, dat vind ik spannend. Stel je voor, mijn lichaam is gewoon een vrouw van 48. Nou, ik kan me niet voorstellen hoor. Ik denk eerder dat ik rond de 28 zit. en ik ben iets ouder dan dat, dus daar zou ik blij mee zijn. Maar we gaan het meemaken. Oh, ik zie hier dat je hem ook kunt matchen aan je telefoon. Dan moet je dat eventjes downloaden in de App Store. En dan kun je echt nog veel meer uitmeten volgens mij. Oké, ik heb de weegschaal uitgepakt en ik heb een app geïnstalleerd op mijn telefoon. Dat is de app Fit Days. En dan kan ik in de app alles uitlezen wat de weegschaal mij gaat vertellen. Het fijne is natuurlijk dat dit gewoon helemaal persoonlijk gaat zijn, omdat jij jouw lengte invoert en ook een doelgewicht kunt invoeren bijvoorbeeld. Ik zet hem even op een vlakke ondergrond. Ik heb natuurlijk vandaag wel al gegeten en gedronken, maar goed. Het gaat me vooral even om die body mass index en om de vetpercentages, et cetera. Want eerlijk gezegd was ik vanochtend al op de weegschaal geweest en ik weet al wat ik weeg. Gewicht, BMI, lichaamsvet. Oeh, dat is hoger dan ik had verwacht. Oh, de meid heeft weer veel te veel McDonald's gegeten. Watergewicht, skeletspier. Nou, dat is echt heel handig dat je gewoon ziet of het niet voldoende is of uitstekend. Blijkbaar is mijn botmassa uitstekend. Wat geweldig. Eiwit is hoog. Super boeiend. En mijn lichaamsleeftijd. Mijn lichaam is 2 jaar ouder dan ik.
Maar volgens mij, dit kan bijna niet kloppen. Ik heb dit ooit een keer bij iemand anders gedaan. Of ja, bij een bedrijf gedaan, zeg maar. En toen was mijn lichaamsleeftijd 28. Nu ben ik ineens 2 jaar ouder. Jongens, laat me even weten of jullie zelf wel eens deze weegschaal hebben gebruikt. En wat jullie bevindingen hiervan waren. Vertel me alsjeblieft dat die liegt. Nee, wel grapje. Ik laat me niet te veel leiden hoor door zo'n weegschaal. Maak je daar in ieder geval geen zorgen om. Het is in ieder geval wel echt heel interessant. Omdat je dus ook kunt bijhouden. En je kunt ook vergelijken met eerdere momenten. Dus over de tijd kun je bijhouden hoe die grafiek gaat. Ja, ik ben blij dat ik deze heb. Maar ik ga het morgenochtend nog een keertje eventjes doen. En dat is dan zonder jullie. Maar dan hoop ik dat hij gewoon wat eerlijkere antwoorden geeft. Come on now. Goed, dan het grove geschut. Jawel. En dan hebben we hier allereerst de Abdominal Wheel XL. Dus ik weet niet of die er dan ook in het XS is. Maar in ieder geval, dit is dus een trainingswiel. Volgens mij is deze dus ook alleen maar voor de buikspieren. En ik heb geen idee of jullie al een beetje een idee hebben van waar dit voor bedoeld is. Maar dat zal ik jullie even goed laten zien. Tussentijd kan ik jullie alvast laten weten dat deze €3,99 was. Dat vind ik een goed prijsje. Kijk, dit is het wiel. En daar heb je dan dus ook handvaten bij. Disclaimer, ik ben geen expert of personal trainer. Ik laat jullie nu gewoon zien hoe ik dit het liefst gebruik. Dus dat is misschien wel even goed om te weten. Let's go. Ik heb hiermee eigenlijk maar één oefening die ik het liefst doe. En dat is dus die buikspieroefening. Dus laten we dat even gaan proberen. Ik hou het liefst gewoon mijn knieën op de grond. Voeten dan gekruist. En dan ga ik van dichtbij naar verder af. Ondertussen mijn rug zo recht mogelijk houdend. Rolt lekker over de mat. De mat ziet er ook gewoon goed uit. Ik denk dat het een mat is die wel lekker lang meegaat. Dus dat is ook belangrijk. Het volgende apparaat. Zij noemen dit een speed rope. Maar volgens mij hebben we het gewoon over touwtje springen. Toch? Even kijken hoor. Ja, een verstelbaar springtouw. Nou ja, ik denk dat we allemaal wel kunnen touwtjes springen, toch? Dat hebben we echt al sinds groep 3 of zo geleerd. Dus ik weet niet of ik dit helemaal moet uitleggen. Maar ik ga natuurlijk wel even testen of het een fijn springtouw is. Deze was €3,95. Dat vind ik eigenlijk best wel goedkoop. Ik heb wel eens online een springtouw aangeschaft. En volgens mij was die tientje of zo. En toen had ik daar best wel hoge verwachtingen van. Maar bleek dat dat ding echt heel erg in elkaar ging zitten en zo. Dus ik hoop dat dat hierbij niet het geval is. Yes! I like it. Oh, jongens, ik voel me echt net weer kind. Hij is goedgekeurd. Ik weet nog dat ik bij mijn vorige springtouw namelijk heel vaak het probleem had. Dat hij in de knoop ging. En dat vond ik zo irritant. Het draad was dan eigenlijk gewoon een beetje te kronkelig. Ja, dan kan je 2 keer springen en dan zit hij alweer helemaal in elkaar. Maar dat is hierbij dus echt totaal niet het geval. Hij is echt top. En dit is zo goed voor de conditie. Nou, wat ik echt al best wel vaak had gezien in de winkel. Maar elke keer niet meenam eigenlijk. Ook omdat ik het gewoon een beetje zwaar vond. Zijn gewichten. En ik denk dat dit echt wel een beetje de basic is als je een home gym gaat opzetten, zeg maar. Ik doe het niet heel vaak in de gym dat ik dan gewichten gebruik. Maar misschien ga ik dat dus nu ook niet meer in de gym doen, maar gewoon thuis. Als ik er zo bij zit, dan voel ik het eigenlijk al een beetje. Ik heb ze meegenomen van 3 kilo. Dit zijn dus dumbbells, zoals het officieel heet. En hier kan je eigenlijk echt heel veel verschillende dingen mee doen. Er zijn ook heel veel verschillende van, want je hebt natuurlijk ook de 1 kilo en de 2 hebben ze waarschijnlijk ook wel. 5 kilo zag ik liggen. Maar de 5 kilo vond ik wel erg zwaar op de een of andere manier. Ik wilde eigenlijk daarvoor gaan. Maar toen dacht ik, laten we gewoon eventjes simpel beginnen met 3 kilo. Die voel ik ook al. En dan heb ik toch iets meer het gevoel dat ik echt allerlei kanten op kan. Ik ga jullie nu laten zien wat voor kanten ik hier dan precies allemaal mee op ga. Dit is namelijk niet officieel wat ik nu hier allemaal doe. Maar goed, jullie willen natuurlijk ook weten hoeveel ze kosten. En deze zijn €6,95 per stuk. Dat vind ik dan niet per se goedkoop, maar wel gewoon echt een investering die je 1 keer doet. 6,95 vindt ze ineens niet goedkoop. Ja, sorry, maar het ging om dat springtouw. Die was echt cheap. Nou, als het gaat om dumbbells, dan vind ik die eigenlijk vooral het handigst om de armen mee te trainen. En de chest. Maar chest laat ik eigenlijk heel vaak buiten beschouwing. In ieder geval, de oefening die ik hier het liefste mee doe, is er eentje waarbij ik voorover buig. En dan mijn armen allereerst laat zakken. En vervolgens de dumbbells naar mij toe trek. Misschien kun je het beter zien als ik zo sta. Rug zoveel mogelijk recht houden. En dan de dumbbells naar je toe trekken. De dumbbells ook gebruiken voor bijvoorbeeld de drop squat of oefeningen op de grond waarmee je iets meer ook de rest van je lichaam traint. Maar ja, goed, dat is natuurlijk up to everyone. Maar goed, dat is ook het fijne van dumbbells. Je kunt er echt alle kanten mee op. Ah, ah, ah. Oeh, ik
Ik ben me echt weer aan het uitsloven. Over gewicht gesproken kunnen we dan meteen maar doorgaan met deze enorme joekel van een bal. Dit is een medicine ball. Nou, in ieder geval een bal met gewicht. Deze heb ik dan wel in 5 kilo genomen. Ik ben ook meteen helemaal trots erop. Maar dit ga je over het algemeen met beide handen dragen. En als ik wel gewoon ineens die hulk word, dan kan ik hem natuurlijk wel gewoon met één hand dragen. Tada! Die is €8,95. Oké, laten we meteen beginnen met mijn favoriete oefening die ik doe met een bal. Je gaat dus op de grond zitten of op een matje of waar dan ook. En dan haal je je voeten van de vloer en beweeg je de bal van links naar rechts. Je kunt ervoor kiezen om hem de grond te laten raken, maar dat hoeft niet per se. Je hoort het, ik begin al buiten adem te raken en ik ben echt net 3 seconden begonnen. Maar goed, dit is dus een oefening die ik heel graag doe met zo'n bal. En dan het liefst zonder te praten. Want die voel je dus echt heel erg in je buikspieren en vooral ook in je zij. Dus ja, dat helpt om een soort van zandloperfiguurtje te creëren. Een andere oefening met de bal is een oefening waarbij je ervoor zou kunnen kiezen om de bal op de grond te gooien. Ik ga dat hier niet doen, want dan hebben mijn buren daar last van. Maar mocht je, nou ja, op een benedenverdieping wonen en mocht jouw vloer dat aankunnen, dan is het ergens nog wel sterker om dat te doen, maar anders dan kun je hem gewoon vasthouden. En wat je dan doet is dat je dus door je knieën gaat en de bal allereerst gewoon naar beneden en dan omhoog. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien, maar het is de bedoeling dat je dus echt met je handen helemaal omhoog gaat. En dan tegelijkertijd dus ook een soort van squat doet. Ik weet niet of ik deze oefeningen 100% goed doe, dus laat ik dat er wel gewoon meteen bij zeggen. Dan het laatste artikel dat ik heb gehaald en dat zijn deze weerstandsbanden. Zij noemen dit ook wel body shaper bands. En dit zijn 3 verschillende, namelijk die van 4 tot 5 kilo, die van 9 tot 10 kilo en die van 14 tot 15 kilo. Dat is dus het aantal kilo's dat je in weerstand gaat voelen. En deze waren €2,99. Ik ben weer helemaal blij, want €2,99. Ja, vind ik best wel cheap. Het zijn er namelijk 3. Oh, dit gaat eigenlijk nog best wel makkelijk. Maar ja, dit is ook de light. Goed, de wristbands. Ik gebruik die het liefste rond mijn benen. En een oefening die ik dan heel prettig vind, of nou ja, niet prettig, maar welke oefening is wel echt prettig, is die waarbij je door je knieën gaat en dan langzaamaan een andere kant oploopt. Nou jongens, ik kan jullie vertellen, dit is eigenlijk nog best wel makkelijk. Dit is medium. Misschien moet ik wat lager. Misschien kan ik heavy? Dit voelt al meteen wat zwaarder. Ik ben bijna trots dat ik op heavy kan. Maar kijk, ik ga dan door mijn knieën. En dan doe ik langzaamaan dit soort loopbewegingen. Van de ene kant van mijn huis naar de andere kant van mijn huis. Een andere oefening die je kunt doen met dit soort weerstandbanden is waarbij je dus op de grond gaat zitten en dan je been langzaam naar links of bijvoorbeeld naar achteren beweegt. Oefening die je ook gewoon kunt doen zonder zo'n band, maar met band. Nou jongens, dan waren dat alweer alle items die ik heb gevonden. Ik heb hier gewoon een hele home gym liggen. Gewoon. Als ik alleen hiermee zou oefenen, dan heb ik binnen de kortste keren gewoon een summer body hoor jongens. Dus ik vind het echt heel tof dat je dit gewoon bij de Action kunt vinden. En dat het dus ook niet al te prijzig is. Dus ik hoop dat jullie het ook een heel inspirerende video vonden. Laat me vooral weten of je meer van dit soort video's wilt zien. Misschien kunnen we dan nog wel een keer een soort van home workout doen met Action producten. Of we kunnen bijvoorbeeld kijken naar de sportkleding of andere sportartikelen. Laat vooral in de comments weten wat jij op dat gebied interessant vindt. En vergeet natuurlijk niet om een duimpje omhoog te doen voor mij en mijn harde workout hier. Maar goed, ik hoop jullie het leuk vonden om naar te kijken. Vergeet natuurlijk niet om je duimpje ook omhoog te doen en te abonneren. En natuurlijk een kijkje te nemen op mijn kanaal. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk weer tot snel. Doeg!